Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik starten met mijn adventskalender. En daarvoor ga ik deze zakjes gebruiken. En deze twee blokken. Eerst en vooral ga ik hier al deze getalletjes uitknippen, want die ga ik gebruiken om op mijn zakjes te plakken. Dus dat ga ik eerst doen. Zo, ik heb deze allemaal uitgeknipt. En nu ga ik ook nog uit het blok deze allemaal uitsnijden. Zo, ik heb al deze tekstjes uitgeknipt. En ook deze labeltjes. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken, maar ik heb ze ook ineens mee uitgeknipt om later aan cadeautjes te hangen. En dit zijn dus de cijfers. En dan zal ik er eens aan beginnen. Mijn eerste zakje. Ik neem zo een cadeauzakje. Dit mag even aan de kant. Wat ik dan eerst ga doen, dat is de randjes beinken. Ik gebruik hier nu een bruine tint, maar dat kan je even goed met groen of rood doen. Nu, die vouwlijn kan ik nog niet doen, want ik ga mijn zakje nog niet in elkaar plooien. Ik ga eerst mijn papiertje en mijn afbeelding erop plakken. Dat is makkelijker dan dat ik dat moet doen als het al in elkaar staat. Zo, dit is dan de achterkant van mijn zakje en dit is de voorkant. Dus ik ga eerst uit mijn blok. Dat kan uit dit grote blok of het kleinere blok zijn dat ik hier bij me had. Ik ga daar gewoon een achtergrondpapiertje uithalen. Dit zou eventueel ook kunnen. Dat je dit uitsnijdt, dan heb je deze tekening al om erop te plakken. En dan hoef je maar gewoon bijvoorbeeld hier zo ergens het getalletje op te plakken. Nou ja, dan zie je ook niet veel meer van je tekening. Dat zou natuurlijk wel jammer zijn. Ik ga dit gebruiken. Zo. En even kijken. Dit is 7 op 11,5. Nee, 12. Ik ga mijn achtergrondjes knippen op 11,5 en 6,5. Ja. Dus. Ik ga dit even aan de kant leggen. Ik teken dit af op. Maakt niet uit welke kant.
Kijk het zo. Nee, ik ga het in deze richting doen. Elf en half. 23. Ik snijd direct meerdere achtergrondjes uit. Dus eventjes kijken. Ja, dat komt goed. En dan, dus dit is 11,5. Zo, en dan ga ik het in rechthoeken snijden dus. En dan ga ik hier 6,5, 13, plus 6,5 is 19,5. Zo. En bij deze ook. 6,5. 13, 19,5. Zo, ga ik nog even snijden. Zo, de kleine stukken die er afkomen, die hou ik ook bij. Die kan ik ook nog gebruiken. Zo dus, uit één blad heb ik 6 rechthoeken van 11,5 op 6,5. Ik zal het hier nog eventjes opschrijven. Zo. Ja. Wat ik dan doe, dan ga ik ook weer die randjes beinken. En dat doe ik dus bij allemaal. Ik heb 24 zakjes nodig voor een adventskalender. Dus ik heb ook 24 als je alleen de voorkant bekleedt. Of natuurlijk 48 rechthoekjes nodig als je de voor- en de achterkant wilt bekleden. Wat ik nu doe, want ik heb hier dan die opening in. Dat is, kijk waar ik dit moet plakken. Mooi in het midden. Ik zet dat eventjes vast met een paperclip. Want ik ga dan aan de binnenkant hier aftekenen waar die opening komt. Dus dat is eventjes een beetje puzzelen, maar dat gaat. Zo. Zie je? En dan knip ik dat uit. Ik neem daarvoor een klein schaartje. Als je zo geen pincetschaartje hebt, kan je dat even goed met een scherp mesje uitsnijden. Dus, maar ik knip het er nu uit. Voilà. En dan kijk ik even na of dat het
past. Ja. Dat komt goed. En dan ga ik dit gewoon gebruiken als schabloon voor mijn andere kaarten. Dan hoef ik dat daar niet altijd tussen te prutsen. Dus ik zet dat daar gewoon op. En dan ga ik hier ook overal zo. De opening uitknippen. Want als je de achterkant van je zakje beplakt, moet dat ook, hè? Zie je? Want hier is ook die opening aan de achterkant. Dus ik ga dat nu even bij allemaal doen. Dus eigenlijk gewoon de zakjes mooi decoreren en dan er een lintje rond om ze op te hangen aan een slinger als adventskalender dus, of in een kleine kerstboom. Zo ga ik het doen, maar ik heb momenteel geen kleine nep kerstboom, want ja, dat ga ik dan in een nep kerstboompje doen. Want het zijn uiteindelijk 24 zakjes en ze zijn redelijk groot. Dus ik heb wel zo een boompje, maar dat gaat te klein zijn, want dan gaan al die zakjes op elkaar hangen. En dat is ook niet mooi. Dus kijken, ja, dat het oké is. Ja. Dus dat kan eventueel, of je kan ze natuurlijk in een mooie mand zetten, al de zakjes. En die mand kan je dan natuurlijk ook mooi versieren met een mooi lint. En wat ja, kerstdecoratie erop hangen. En wat kerstrozen knippen en die op je mand aan de buitenkant zetten. Dus dat gaat ook. Nu, bij mij was het de bedoeling dat ze in een boom komen. Ik weet niet of ik een boom ga vinden tegen dat ik hier klaar ben om het aan jullie te laten zien, want anders gaan ze bij mij toch aan een slinger komen te hangen. Dus dat even, zodat Gelle weet van dat je er toch wel verschillende kanten mee uit kunt, hè. En natuurlijk, ik zeg je kan de voor- en de achterkant beplakken. Maar bijvoorbeeld als je ze in een boom hangt, ja, dan zie je de achterkant van je zakjes niet. Als je zegt van ja, ik doe alleen de voorkant, ook goed, hè? Dat hoeft niet. Hè? Je moet niet per se die achterkant beplakken. Zo, even checken en volgens mij zijn ze allemaal ongeveer op dezelfde plek uitgeknipt. Dan is het de bedoeling dat ik dat hierop plak. Hier zie je wel een stukje van dat bruinse. Dat is niet zo heel goed. Zo. Ja. Ik ga dat dan nog decoreren. Even denken. Nou, ik ga dat er toch al eerst op plakken. Lijm op de randjes. En dan ook zo hier rond natuurlijk. Even wat rechter houden om te zien dat het mooi recht plakt. Zo. Het
die lijm plakt snel vast, voilà. En dat doe ik dan ook aan de achterkant. Maar zoals ik al zei, dat moet niet, hè. En nu ga ik in mijn blok kijken voor iets leuk om erop te plakken. Ik moet ook zien, want dit komt straks hierover, dus mijn tekening mag eigenlijk maar tot hier komen. Zie je? Als ik nu een konijntje plak en ik plak dat tot hierboven en het flapje komt erover, dan zie je dat hoofdje niet meer, hè? Dus daar ook even rekening mee houden. Dat is dan ongeveer nog 8,5 dat mijn afbeelding mag zijn. Dus dit bijvoorbeeld, dat zou veel te groot zijn, hè? Dit manneke, dat is een egeltje. Dat zou ook nog gaan. Die is ook wel, maar ik vind die konijntjes zo cute. Die vind ik echt geweldig. Ik ga dit egeltje nemen. Hier een lekker kopje chocolademelk of thee aan het drinken is. Ik ga ook weer al die, ja, er hangen altijd nog zo'n stipjes van dat papier aan. Die wil ik er mooi afgeknipt hebben. Dus die kan hierop. Maar natuurlijk moet ik daar ook, ik neem hier zo een getalletje, zou ik ook willen dat dit erop komt, hè? En dan ziet je er niet veel meer van, hè? Dus dat is even een beetje zoeken hoe ik het wil. Ik kan het natuurlijk hier ook aanhangen. Dat ga ik doen. Dus dit komt hierop. Een kerstboom vind ik ook leuk voor mijn volgende. Ja, en daar wil ik dan dat konijntje bij. Zo. Dus deze, daar ga ik eerst mee beginnen. Dit mag eventjes aan de kant. Zo. Ik ben aan het denken, zou ik hem met foam iets hoger plakken? Of ga ik hem er gewoon zo plakken? Ik heb hier ook nog een reepje goudkleurig. Nee, dat is niet mooi. Ik ga hem met foampjes erop plakken. Zo.
Dan ga ik mijn doosje in elkaar zetten. Je plooit dat gewoon open. De bodem die sluit vanzelf. Dan vouw ik deze randjes nog eens extra. En dan neem ik gewoon zo mijn vingers, ik duw dat naar binnen, zie je? En dan hop. Dan heb je je tasje. Of je zakje. Zie je, als ik dat eerst had geplooid en dan erop geplakt, dan gaat dat wat moeilijker. Maar nu kan ik wel de andere randjes ook allemaal wat beenken. En hier komt dan een touwtje door. Maar omdat mijn afbeelding groot is en ik mijn getalletje hier niet kan opplakken, dat heb ik bijvoorbeeld hier wel gedaan. Zie je, hier heb ik dat wel in het midden geplakt en dan zie je het beertje met de kerstboom nog. En hier heb ik dan zo een lang labeltje met tekst geplakt. Daar heb ik hier geen plaats meer voor. Als je wilt, kun je dit ook nog beplakken, hè? Maar ik laat dat gewoon in craft kleur. Ik ga nu hier een gaatje in maken, maar ik ga toch eerst zo dit knippen en dat daarachter plakken. Zo. Want ik heb niet graag dat je die witte achtergrond ziet. Dus dat ga ik eerst doen. Zo. Ik ga hier ook de randjes wat beenken. Als je nu bijvoorbeeld twee dezelfde blokken hebt, kan je het nummertje 23 ook uit het andere blok uitknippen en op de achterkant plakken. Hè. Ik ga hier nu een gaatje in maken. Zo. En dan neem ik een stukje touw. Dit is het touw dat bij de zakjes zit. Maar ik ga hiervoor zo'n glittertouwtje ook van bij Action gebruiken. Daar is mijn schaar. Hier, hoppa. En dan ga ik dat daar ook aan vastmaken. Ben ik alleen aan het denken, als ik dat hier maak, gaat dat voor dat beertje hangen. Dus ik ga dit hier hangen. Dan ga ik hier ook een gaatje maken. Hier zo. En het leuke is, met dat manneke hier zo wat omhoog staat, blijft dat flapje daar zo wat onder zitten. Maar als je het dichtknoopt met een touwtje, blijft het ook goed dicht zitten. Hè? Dus, maar eerst ga ik dus
mijn dippeltje hier vastmaken. Dat kan ik met een touwtje, maar ik ga een splitpen nemen. En voilà. Oh, ik heb hier ook nog leuke kerstsplitpennetjes. Dit is een boompje. Ik denk dat ik deze ooit eens bij Boekenvoordeel heb gekocht. Een sterretje, hier, ik ga een sterretje nemen. Zo. Als je geen splitpennetjes hebt, kan je het met een touwtje doen of je kan het erop plakken eventueel. Even kijken, hoe wil ik het? Zo. Zie je? En dan is dat ook mooier dat dat hier hetzelfde kleur heeft dan mijn achtergrondje in de plaats van dat dat wit-wit is. Zo. Ik kan daar zo'n beetje achter. En dan komt hier mijn touwtje om het natuurlijk voordat je je touwtje er rond doet en voordat je het helemaal dicht knoopt kan je er best natuurlijk al je tractatie in stoppen, hè? Je snoepje of wat ik ga doen, dat is ik ga er opdrachtjes in steken. Dat lijkt mij ook wel leuk. In elk zakje een opdracht die dan moet gedaan worden. Ik ga dit touwtje zo vastmaken. Je kan dat ook met een knoopje, maar zo is het dan makkelijker om het los te maken en open te doen. En zo ga ik ze dan omhoog hangen. Achterkant is dan ook beplakt. Maar daar ga ik niks van afbeelding op zetten, omdat dat toch in de boom of aan de muur komt te hangen en dat zie je niet. Je kan deze zakjes ook heel goed gebruiken zonder die getalletjes erop en gewoon mooi decoratie erop plakken om op de tafel te zetten. Bij iedereen zijn bord, bij het kerstdiner bijvoorbeeld. Ook heel tof, met een klein cadeautje erin. Dus ik ga deze aan de kant zetten. Ik heb er nog heel wat te maken. Ik zou zeggen nog 21 te gaan. Nee, 20, want ik had er hier al eentje als voorbereiding gemaakt. En dit heb ik dicht geknoopt, maar dat ga ik nadien terug losmaken en ook op dezelfde manier het touwtje vastmaken. Wat zei ik? 21? Nee. Nog 22 te gaan. Want ik heb er 24 om te maken. Goed, deze mogen aan de kant. Dan ga ik nu nog eentje maken. Ik had hier dit gelegd. Vond ik ook wel een leuke. Ik heb ondertussen nog wat achtergrondjes gesneden, geknipt. Komen allemaal uit dit blok. Dit vond ik ook wel leuk. Daar staat al ineens een tekening op. Hoef je daar niet heel veel meer op te plakken. Dat is dit blad dat erin zit. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dus ik heb dat allemaal al een beetje op voorhand gesneden. Dan leg ik dat hier op tafel. Mijn getallen, mijn cijfers, mijn tekstjes. Je kan op voorhand ook je afbeeldingen uit het blok halen en dan kan je zo kijken en zien wat bij elkaar past
om ze zo dan te decoreren. Dus ik heb terug een cadeauzakje nodig. Op deze manier is dat ook wel heel mooi, hè? Met heel veel lintjes. Dus dan is het terug de randjes beënken. Dat moet niet. Dat is natuurlijk naar eigen goesting. Het is ook niet iets dat je eventjes snel maakt, hè. Het zijn er 24, dus begin er op tijd aan als je het wilt maken. Dat je op tijd klaar bent. Zo, dan is het terug een afbeeldingsje erop plakken. Ik ga dit gebruiken. Dan voor de achterkant pak ik deze. En ik had gezegd, oh nee, ik wou eigenlijk dit nog opplakken, maar dat is voor later dan. Goed, dan ga ik eventjes kijken. Dat komt ongeveer tot hier. Dan weet ik dat ik daar niks moet plakken. En dan kan ik dit er nog op plakken. Dat ga ik met foam doen. Zo. Hier zo. Ik moet zien dat het nog, het mag er ietsje onder, maar niet te ver. Ik ga eventjes kijken of dat goed komt. Hè? Dus eerst mijn doosje in elkaar plooien. Deze vouwlijnen nog eventjes extra plooien. Dan is het makkelijker om het zo dadelijk in vorm te plooien. Zo. Oh, het komt te hoog, dus ik ga dat daar terug moeten afdoen. Dus ziet je, daar moet je dan wel voor opletten. Als je er nog zoiets van decoratie hierop wilt. Eens kijken, hè. Ik ga dat wat lager plakken. Dan kan dat flapje daar ook weer zo'n stukje onder.
zie je. Hier moet ook weer niet veel meer bijgeplakt worden. Hè. Ik vind dat op zich zo al heel mooi. En dan random hier dit. Dat ga ik ook terug hier met een split pen. Ik heb hier ook nog deze, ja, split pennetjes zijn dan niet echt. Maar hier zit een steentje in. Eens kijken of ik een groen steentje heb. Een groen steentje, dat ga ik hier zo op vastmaken. Dat is in de plaats van de split pennetjes. Dus dat heb ik van Knutselengeltje. Heb ik ooit eens op een beurs gekocht. Dat is echt een fantastisch stoeltje. Dit was mijn eerste. Maar hier kan je het dan zo tussen steken. Zodat je beter kunt zien waar het dan komt. Zo. Dan. Oh, waar is mijn stoeltje hier? Zo, dat is een magneetje. Doe dat mooi in het midden. Ik zet dat daarin. En goed duwen. En dan zit het er al in. En voilà. En dan doe ik dat hier van achter. Goed plat. Zo. Dan kan je ook online kopen. Ik heb hier nu wel de achterkant niet beplakt. Ben ik vergeten, maar ik ga het hier zo'n beetje in mijn inkt doen. Zo, en voilà. Oeps, een beetje kunnen draaien. Zo. En dan ga ik daar ook terug een touwtje doorsteken. Om het omhoog te hangen. Oeps. Nu voilà. En je kan daar zo ver in gaan als dat je zelf wilt. Hè. Je kan daar ook nog andere lintjes aanhangen. Wat meer glitter, wat kleurrijker. Oeps, deze moet dicht. En dan heb ik er nog eentje dat klaar is. Dan ga ik nu toch nog dit maken. Eerst eens kijken. Dat is ook een mooie kerstboom. En misschien dat ik nu toch hier een stukje afdoen. Zo, ik heb dat wat smaller gemaakt, zodat mijn konijntje hier toch zo net onder kan.
Zo wil ik het. Dus ik ga eerst dit vastplakken. Zo. Ik wil hier eigenlijk iets van lintje of hier een stukje, een reepje papier ga ik erop plakken. Zo. Ik zou daar nog iets van lintje onder willen. Oeps. Dus ik heb hier een stukje kerstlint. Dat ga ik daar ook onder plakken. Zo. En dan komt hier mijn konijntje. Dat ga ik met foam opplakken. Dus dan ga ik dit eerst op mijn zakje plakken. Ja. Zo. Nog even zo'n zakje. En voilà. Oh, ik ga eerst de randjes nog doen. Ja, ik zal dat nadien moeten doen, want anders gaat mijn lijm opgedroogd zijn. Dus best is eerst de randjes te doen. Zo. Dan de achterkant. Ja, neem ik terug zo'n blauwke. Ik zeg het, je kan de achterkant ook decoreren, hè. Zo, mijn doosje in elkaar duwen. Even moeten wachten. Het randje plakt niet goed zo. Oeps. Een beetje terug. Eventjes deze randjes doen. Dan de randjes nog eventjes goed aanduwen. Zo, met mijn twee vingers plooi ik dat zo dicht. Dit erover vouwen.
zie net dat ik hier een klein stukje van mijn achtergrondpapiertje zie. Op zich is dat niet zo erg. Ik ga het er toch eventjes mooi uitknippen. Zo, dan zie ik het niet meer. En dan kan ik de randjes beenken. De bodem aanduwen. Die kan je eventueel ook nog vastplakken, die bodem. Hè? Als je er iets wat zwaardere dingetjes in stopt. Maar ik ga er opdrachtjes in steken, dus dan hoeft het niet dichtgeplakt te worden. Dus... En voilà, ik ga dat eventjes, ik had hier toch nog een klemmetje, zo vastzetten. En dan komt hier mijn konijntje, dat ga ik met foompjes doen. En voor de rest is het dan elk zakje gewoon hetzelfde. Hè? Achtergrondje uitknippen. Een lintje of wat anders ter decoratie, wat plakpareltjes. Het is allemaal hoe dat je het zelf wilt. Een tekstje erbij. En hier komt dan mijn konijntje. Zo. Voilà, en dan hier ook weer een lintje door. Zo. En dan zal ik hier een haakje of zo moeten aanhangen. Zo, ik ben hier ondertussen druk bezig met mijn cadeauzakjes te versieren, te decoreren. Ik moet er nog heel wat maken. Er gaat meer tijd in dan dat ik dacht. Dus voor vandaag ga ik het hierbij laten. Ik ga morgen verder doen. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Sommige dingen moeten dan ook drogen. Maar ik zal eens laten zien wat ik al gemaakt heb. Ik ga eerst eens kijken. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Met deze twee heb ik er 13. Dus nog 11 te gaan. Dus ik zal even laten zien wat ik al gedaan heb. Zo, sommige zijn iets eenvoudiger dan andere. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je er allemaal wilt opplakken.
Zoals hier bijvoorbeeld heb ik een stukje glitterpapier geknipt om hier op die sneeuwbal te plakken. Op die schutbol. Sneeuwbal is het niet, hè? Als je natuurlijk gewoon een achtergrondje en een prent erop plakt, of geen achtergrondje, want dat gaat ook, hè. Dat heb ik hier nu niet gedaan. Maar als je wat grotere afbeeldingen hebt, dan hoef je niet altijd de achtergrond te beplakken. Ik zal het eens even laten zien, want dit moet drogen. Hier heb ik nu niks op plakken, maar als je dan een iets grotere afbeelding hebt, die gaat daar niet op passen natuurlijk, maar je kan er ook altijd een stukje afsnijden. Je hoeft de afbeelding ook niet in zijn geheel te gebruiken. Want dit is nu maar een voorbeeld, hè. Pak dat ik hier deze zou opplakken. En dan hier een stukje eraf, dan hoef je die achtergrond niet helemaal te beplakken, hè, zoals ik hier overal doe, hè. Dat is natuurlijk wel, ik vind dat persoonlijk wel mooier, maar dan gaat er minder tijd in, hè, wil ik maar zeggen. Dus ook als je de achterkant beplakt, ik heb dat hier nu niet gedaan, dan het zijn tenslotte 24 zakjes. Dus maar nu ga ik stoppen en dan ga ik gewoon morgen verder. Ik hoop dat ik ze morgen allemaal gedaan krijg. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Zoals ik al zei, je kan de zakjes gewoon zo ergens neerzetten. Mijn bedoeling is van ze in een kleine boom te hangen. Maar nu heb ik daar straks gezien, ik had hier een nepboompje en dat is net iets te klein. Dan gaat het te vol hangen en zie je niks van de boom. Dus ga ik ze misschien toch gewoon aan een slinger zo naast elkaar allemaal ophangen. Maar dat laat ik jullie ook zien als al mijn zakjes klaar zijn. Dus voor nu laat ik het hierbij en hopelijk heb ik jullie al wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken en tot gauw. Dag.